Skischoenen zijn niet gemaakt om op te wandelen. En dat zie je bij de beginners, maar stiekem ook bij de vergevorderde wintersporter. Maar als je weet hoe je op die skischoenen moet lopen, dan is het erg makkelijk. Bij een normale schoen rol je je voet natuurlijk af, maar bij een skischoen gaat dat niet, want die skischoen is plat aan de onderkant. Dus wat je doet, je begint op je hak en gaat gelijk door naar je teen. Dus hak, teen, hak, teen. Ik doe het gelijk even voor. Oké, daar komt hij, hè. Ik start op mijn hak en ik ga door gelijk op mijn teen. Hak, teen, hak, teen. En op deze manier kan ik heel makkelijk lopen op skischoenen. Maar wanneer je een trap oploopt, dan moet je dit echt vergeten. Nu moet je gewoon platte voeten maken. En op de trap is met platte voeten lopen oké. Maar ga dit niet gebruiken op vlakke stukken, want je ziet, dit ziet er echt niet uit. Laat me hieronder even weten wat voor avonturen jij hebt meegemaakt op je skischoenen. Ik hoop in ieder geval dat je genoeg hebt gehad aan deze tips, zodat je een stuk makkelijker kan gaan lopen op je skischoenen.